Hey, welkom terug op het kanaal. Ik ben Dirk en vandaag gaan we het hebben over geld verdienen online en specifiek geld verdienen met Instagram. Natuurlijk zijn er vele manieren hoe je geld kan verdienen met Instagram. Maar ik ga het vandaag eigenlijk meer in deel koppelen aan affiliate marketing, vooral high ticket affiliate marketing. En Instagram kan daar een hele goede methode voor zijn om klanten naar jouw offer, naar jouw product aan te trekken eigenlijk. Dus daar gaan we het over hebben, geld verdienen online en hoe verdien je nou geld met Instagram? Als je hier voor het eerst bent op YouTube, mijn kanaal, je hebt me gevonden, welkom, gaaf. Ben je geïnteresseerd in geld verdienen online? Niet alleen met Instagram, maar ook met andere manieren specifiek. Vooral het meeste aandacht met affiliate marketing, want ik denk dat dat een van de meest eenvoudige manieren is om geld te verdienen online. Abonneer je dan even op het kanaal door die grote rode knop in te klikken. Erg gewaardeerd, vind ik leuk, want dan kan ik je verder helpen ook. En wil je op de hoogte blijven en een notificatie krijgen, bijvoorbeeld als ik een nieuwe video upload, en dat is dagelijks. Of als ik live ga, elke donderdagavond, 7 uur Nederlandse tijd, klik dan ook even op dat belletje, want dan krijg je die notificatie. Maar goed, dat gezegd, geld verdienen online, geld verdienen met Instagram, hoe doe je dat nou? Nou, even terug. Voor een aantal jaar heb ik Instagram, was een van onze grootste bronnen van traffic. En traffic in online marketing is niet anders dan potentiële klanten, zullen we maar zeggen. Dus je moet altijd, net zoals in een restaurant, als je die hebt en je zit langs een drukke weg, wil je dat mensen je voordeur binnenkomen. Nou, ik gebruikte Instagram om mensen mijn voordeur binnen te laten komen van mijn online business met affiliate marketing. Nou, ik hou me voornamelijk bezig met digitale educatie. Dus niet zozeer met bol.com, maar het kan ook met bol.com. We gaan gewoon dadelijk wat voorbeelden kijken. En ook, ja, hoe zet je nou je Instagram op? Nou, vooralsnog moet je toch eerst een niche bedenken. Van waar ga je nou op focussen? Want bijvoorbeeld als ik nou deze kijk, ja, dit Time Freedom Dad, dit is een van mijn accounts. Ik had in die tijd toen ik echt Instagram gebruikte, had ik 135 Instagram accounts. Maar dat was volledig geautomatiseerd. Helaas heeft in juni 2019 heeft Instagram Facebook de algoritmes veranderd. En is dat eigenlijk niet meer mogelijk. Het werd in plaats van twee keer in de week even kijken of alles nog liep, werkt dat 4 per dag aan Instagram sleutelen of het nog allemaal wel liep en zo. Dus dat was een drama. Dus daarom ben ik er zelf mee gestopt. Maar je kan altijd, als je de tijd hebt en daar begaan mee bent en het leuk vindt om foto's te maken, en dat kan je gewoon met je telefoon doen. Want ja, menig telefoon. Ik heb hier de iPhone 12. Nou, een waanzinnige camera eigenlijk. Ik heb ook nog een spiegelreflexcamera. Maar man, want ik zou heel eerlijk zeggen, ik weet helemaal niet hoe dat ding werkt ook. Behalve dan om video's mee te maken. Zo'n telefoon, ja, dat kan gewoon bij. Daar kan je zulke mooie dingen mee maken. En er zijn zoveel apps ook te vinden die je kunnen helpen met het nog mooier maken van de foto's. Dus als je daar bedreven in bent en je vindt het leuk en je wil Instagram gebruiken voor affiliate marketing, om bijvoorbeeld geld mee te verdienen online, dan kan dat zeker. Nou, hoe doe je dat nou? En wat voor tips kan je opletten? Nou, ik wil even sowieso beginnen met de bio. De naam die jouw account heeft, ja, wat spiegelt die? Wat geeft die weer? Als jij Pieter heet en jij noemt je account Pieter 1974 28XIZ, dan ja, weet je, dan zegt dat helemaal niks over waar jouw account nou over gaat. Maar als je dat nou verandert, kijk bijvoorbeeld hier Time Freedom Dad. Dat gaat over time freedom. Hoe heb ik nou vrijheid gecreëerd? Bijvoorbeeld dit is een account van Muriel, business coach Muriel. Muriel heeft een coachingbedrijf. Die coacht mensen meer vrijheid te creëren. Dan hebben we nog Active Mom on a Mission. Zie je dat bijna 58.000 volgers hebben we hier. 36.000, 39.000 volgers. En je ziet niks eigenlijk over business. Behalve het leven. Daar ga ik zo over vertellen. A Law of Attraction. LOA Secrets One-on-One. Dit account, ja, ik gebruik ze niet allemaal met dit. Deze hele link klopt helemaal niet meer. En ik geloof dat deze post, nou, dit is alweer best wel lang geleden, denk ik. We kunnen een datum vinden. Ja, hier, 17 november 2019 ben ik ermee gestopt om dat te doen. Misschien moet ik eens een nieuw leven inblazen. Dat is eigenlijk wel heel erg leuk. Hoe dat allemaal werkt. Maar
Denk goed na over de naam die je geeft. Als jij een account hebt over zeevissen, laat het woord phishing, sea phishing, deep sea phishing, phishing. Heb je het over je hond? Weet je, zorg dat het. Oh, als ik scroll, dan zie ik eigenlijk direct waar jouw account over gaat. Dus dat is wel. Dat is tip nummer 1. Zeker heel erg belangrijk om te doen. En dan moet je ook je profielfoto. Zorg dat je een profielfoto waar je je ogen ziet. En een glimlach. Hier, duidelijke foto. Als ik hier naar Time Freedom Dead ga. Dit is het account waar ik eigenlijk nog wel het meeste mee doe. Digital Nomad Family, current living in Costa Rica, living a laptop lifestyle, passive income. Dus ja, hier creëer ik een paar passief inkomen mee. En ja, mensen klikken op de link en dan ga ik je dadelijk ook vertellen hoe dat dan werkt en waarom het zo belangrijk is dat je dit erin verwerkt. Om geen geld mis te lopen. Want geld verdienen online is redelijk makkelijk. Alleen een hele grote fout die mensen maken is dat mensen direct potentiële klanten naar het product sturen. En daar gaat het eigenlijk 9 van de 10 keer fout. Dus we hebben de naam, de profielfoto, duidelijke foto, liefst een vrolijk gezicht. Niet ik ben chagrijnig en depressief, want dat vindt niemand je leuk. Dus probeer die energie ook uit te stralen. Duidelijk je ogen en je glimlach. Niet een foto van je hond of van je kat. Want weet je, als je heel erg gebrand en een naam hebt, dan zou je een logo erin kunnen zetten. Dat kan zeker ook op die manier, kan je ook branden natuurlijk. Dus dan moet je dat heel erg duidelijk maken in je logo en je logo ook weer op je foto's terug laten komen enzovoort enzovoort. Maar in dit geval, hou het makkelijk. Ik wil zo min mogelijk editen, ik wil zo min mogelijk moeilijke dingen doen en ik brand mezelf. We zijn ook bekend, ik zie ook Dirk en Muriel, dat is waar we het meeste mee, Google het maar een keer, Dirk en Muriel, dan zie je heel veel van ons terugkomen op allerlei platformen. En dat is de branding waar wij mee naar buiten komen. Dus het allermakkelijkst, hoef je alleen maar jezelf te zijn. Dus dat vind ik altijd zelf een hele prettige manier. Dus nou, dan heb je je account opgezet, bedenk goed waar het over gaat. Nou, ik heb het over, ik zit heel erg in een niche van making money online, geld verdienen online. Dat kan dus geld verdienen zijn met Instagram, geld verdienen online, geld verdienen met YouTube, geld verdienen met affiliate marketing, geld verdienen. Iedereen wil altijd wel meer geld verdienen. Er zijn 3 markten, health, wealth en relationships. Daar vind je altijd, daar is altijd geld te verdienen. Dus super mooi. Ik vind dit een fijne iets, omdat ik daar geld verdienen. Daar is altijd een markt voor. Dus hoe doe je dit nou en hoe kan je dat nou met Instagram doen? Je zet je account op, vindt de markt, de niche waar je in wil zitten. Nou, ik ga even mijn eigen voorbeeld even. Geld verdienen online. Dus ik heb een programma waar mensen kunnen leren of meedoen, passief inkomen kunnen creëren. Dus dan klikken ze op de link en dan zal ik even hier zitten. Dan komen ze bijvoorbeeld op zo'n pagina. En dit is heel belangrijk en hier gaat het vaak fout, is dat mensen direct naar de affiliate product verwijzen, naar het programma. Maar je wilt dit erin doen. En wat is dit nou? Dit heet een capture page of een landing page of een opt-in pagina. Allerlei namen, hetzelfde ding. Maar feitelijk is dat jij iets geeft, een lead magnet, in ruil voor een naam en e-mail. Want waarom is dat nou zo belangrijk, deze naam en e-mail? Is omdat je hierdoor een relatie kon opbouwen met die mensen. Want mensen kopen meestal niet voor in de eerste keer een ding. Mensen zien het. Mensen komen bijvoorbeeld als ik hier nou naar, ik kan er even in Law of Attraction, dit is dit. Maar stel dat ik, laten we het hebben over phishing. Even kijken wat we kunnen, of we kunnen zeggen nutrition coach. Nutrition coach. Let's do the hashtag. Hier, zijn we bij de hashtag nutrition coach. En dan kijken we even wat daar te vinden is. Als hij dat laat zien. Maar hij is bezig met zoeken zo te zien. Hoop ik. Ja, hier zijn we. Even kijken hoor. Want de nutrition coach. Ja. Ik ga ervan uit de mensen die ik hier zie in een post. Even kijken. Deze dame hier. Jessica Cavey. Profiel klikken. Kom ik hier. Ja, transformational coach. Diet, digit, sexy, feel it, live, hit it, linktree. Nou, dan klik ik hier op haar link. Gewoon nieuwsgierig waar ik dan terecht kom. Ook om je te laten zien waar mensen, ja, 10 carbs, reading, ready to commit, chat with Katie, ja, nou. Kijk,
Dit is heel leuk. Team Carbs Reservoir Tank. Ik weet niet eens wat het is. Dus laten we eens even kijken. Maar ik ben iemand die op Instagram zit. En ik ben op zoek naar een coach. Of misschien niet per se. Maar... Oh, ik kan hier wat kopen. Oh, een tanktop. Maar ja. Ik weet helemaal niks. Het is wel leuk. Maar ik heb daar niks over gezien. Ik heb daar niks over weten. Dus ik ga weg. Dus ik klik hier weg. En zo mist deze mevrouw heel veel geld. Want dat is eigenlijk, want ik zie niet wat er dan passable is. Of ik zie niet wat er, snap je? Dus zo mag je ook zelf denken over hoe. Nou, wat had ze nou beter kunnen doen? Beter had ze hier een opt-in pagina kunnen zetten. Het is me niet duidelijk wat ze dan geeft. Ze is super sportief. Het is allemaal dezelfde dame. Dus de brand herself als coach. Maar ik weet niet eigenlijk wat ze nou te bieden heeft. Nou, dus in je bio, daar begint het mee. Dan gaan we even daar. In de bio moet duidelijk vermeld staan. Waar sta je voor? Wat geef je? Wat is je product? Nou, je passief inkomen. Business Coach Muriel. I show you how you can create a life on your terms. Nou, okay. Apply for a call. Active mom on a mission. Entrepreneur, life coach, strive to a life by design. Me on YouTube. Deze gaat dan naar haar YouTube kanaal. Dit is die dame dan. Dus, dit doet ze goed. Ze heeft, de bio is een list format. Dat is heel erg belangrijk. List format, dus duidelijk lang. In plaats van alles achter elkaar. Een tip hoe je dat kan doen. Want je kan niet in Instagram een enter doen. Dus je kan niet de volgende regel doen. Maar wat je wel kan doen is bijvoorbeeld op je telefoon in notes dat list schrijven. Dus dan enter een nieuwe regel. En dan liefst ook met emoticons. Dat is lekker duidelijk. Top, top, top. En dan copy paste. En dan plak je het zo in je bio. Je link moet er zijn. En waarom is dit nou zo belangrijk? Dus je stuurt mensen niet naar het product zoals die mevrouw doet. Nou ja, die doet het dan naar Linktree, maar dan eigenlijk direct naar het publiek. Dus ik ga weer weg en ik koop die tanktop niet. En ik koop de volgende tanktop ook niet. Want ze kennen je niet meer, ze vinden je niet meer, ze scrollen door. Ze gaan weer terug naar het overzicht van alle coaches. Nou hier, dan kan ik bijvoorbeeld, is dit een ander iemand? AB Rich Free. Oké, nou, dat zullen we eens even kijken. En dan kom ik op deze pagina. Ook Linktree, zie je dat? Dus daar is follow link voor one-on-one coaching. Nou, hoe moet het nou wel? We laten het even voor wat het is, want voor mij is het wel duidelijk. Wat wil je nou hebben als mensen op een link klikken? Dus als ik hier op een link klik, dan zie je dat ik op een pagina kom die er zo uitziet. Ik doe even sneller zo. Free video reveals. How do I work online so I could quit my job, be home with my kids and move to Costa Rica. Oh, want dat is mijn bericht wat ik ook vertel online. Dus nou send me de video. En dan is het heel erg belangrijk dat je een bridge video maakt. Dat mensen weten wat, dat is optioneel, maar eigenlijk wel heel belangrijk. Dat mensen weten wat ze te wachten. Want ze hebben je net hier op Instagram gezien. Zie je, dan klikken ze op die link. En dan kunnen ze hier dit raad dan discover a new DeFi project, how to turn a few hundred dollars into tens of thousands without being a financial expert of master marketer. Maar kijk nou naar wat ik post. Ja, ik post. Oh, hier is een inkomsten result. Het is de hond die je lekker losgaat met alle apen in de bomen. Maar ik deel eigenlijk niet meer dan mijn verhaal en mijn leven hier en onze oude Range Rover die overal doorheen rijdt. Maar hier laat ik zien, ja, expected reward, 17 energy deze maand. Hier hebben we $113,000 verdiend. Hier dat, hier was die 111, hier $18,000 in een dag. En zo zie je, maar voor de rest, eigenlijk delete ik die vaak. En 25.000 total earned. Maar als je ziet, heel af en toe doe ik dat dan, maar voor de rest, ja, alleen maar mijn leven hier. Want waar het om gaat is dat je goed in de gaten houdt. Welk probleem lost jouw product op? Nou, voor mijn product lost het probleem dat mensen kunnen leren hoe ze geld kunnen verdienen online. Of in dit geval een passief inkomen kunnen creëren online. En daar is vraag naar. Maar het gaat niet over, kijk hoeveel crypto ik heb. Of kijk hoeveel dit ik heb. Nee, het gaat om, wat kan je ermee doen? Want
waarom willen mensen nou gewoon geld verdienen? Het is vaak die gedachte die zo belangrijk is. Dus daar moet je op richten. En storytelling. Ja, maak je post. Zorg dat ze goed je kwaliteit zijn. Zorg dat ze aantrekkelijk zijn. Of dat ze in ieder geval iets vertellen. Zie je dat? En zo kan je eeuwig door terugscrollen naar beneden. En dan zie je, ja, het leven gewoon hier. Het is echt grappig eigenlijk. Leuk om te zien zo. En zo doe je dat. Maar dan heb je dus je opt-in pagina. Wat gebeurt er nou? Ik heb nu een e-mailadres. En ik kan die mensen e-mailen met meer waarde. Bijvoorbeeld die dame met de weight loss, die heeft tanktops. Misschien heeft ze wel andere modellen. Die kan ze sturen nu naar die mensen. En zodoende dus meer tanktops verkopen waarschijnlijk. Want mensen zaten op de bus te wachten of op de wc of waar dan ook. En zaten te Instagrammen. En kwamen er tegen. En toen kwam de bus en toen moesten ze gaan. Toen waren ze het kwijt. Maar als ze nou een stap, weet ik wat, ze had kunnen zeggen. Download hier mijn e-book met 10 tips om snel af te vallen. Ik zeg maar wat. Of de beste nutrition. Oh ja, die wil ik wel hebben. Is gratis. Dus ik kan dat invullen. En ik krijg dan in mijn. Die persoon krijgt dan in zijn e-mail inbox. Krijgt die informatie. Of dat wat beloofd is. En heeft daar dus e-mail uitgevoerd. Dus die staat nu op je e-maillijst. En nu kan je die relatie bouwen met die mensen. Over meer tips geven. En af en toe kan je zeggen, hey, we hebben een nieuwe collectie t-shirts, kijk hier. En zo kan je dus je relatie bouwen. En hierna, dan hebben ze dit, komen ze op de salespagina van jouw product. En hier kunnen ze besluiten of ze wel of niet kopen. Mensen kopen niet altijd in één keer. Dus, dit is even niet belangrijk. Mensen kopen niet in één keer. Dus je wil die relatie kunnen bouwen. Nou, ik hoop dat je tips hebt het idee hebt hoe je dit nou kan doen. Wil je hier meer over leren hoe je nou zo'n funnel bouwt. En wat voor je in e-mail schrijft. En hoe je dit bijvoorbeeld kan combineren met YouTube. En hoe je nog meer dingen kan opzetten met affiliate marketing geld verdienen. Volg dan de eerste link onder deze video. Dat brengt je op een pagina waar je je naam en e-mail kan achterlaten. Maar daar vind je daarna meer informatie over geld verdienen online ook. Niet alleen geld verdienen met Instagram, maar ook met andere manieren en hoe je je hele affiliate marketing business op kan zetten. Dat heet de affiliate blauwdruk. Daar gaan we hebben over wat is affiliate marketing. En hier gaan we het hebben, ga ik stap voor stap met jou een funnel bouwen. Aanraden wat voor product je kan bevinden. High ticket programma's hebben we hier. We hebben traffic sources, nog meer traffic sources ook. Hier kan je op het begin een breakthrough call boeken met Muriel. Hier vind je er ook. Ook deze training is erg aan te bevelen. 11 stappen. Daar is een mogelijkheid als je de blauwdruk aanschaft om deze voor de helft van de prijs aan te schaffen. De gelijk. En later is die het dubbele dus. Maar deze combinatie samen is volledig wat je alles kan nodig hebben om geld te verdienen online. Let op, deze is Engelstalig. Maar deze blauwdruk is volledig Nederlandstalig. En er is ook een supportgroep op Facebook waar je altijd terecht kan voor vragen. Maar geld verdienen online is niet moeilijk. Maar als je geen funnel hebt en je zet het niet goed op, ben je heel veel tijd en of geld kwijt zonder resultaten. En dat is heel frustrerend, want dan zeg je uiteindelijk tegen jezelf, zie je wel, het werkt niet. En dan stop je ermee en dan laat je het liggen. Maar de reden dat ik hier in Costa Rica kan wonen, op ons eigen land, in een bus als slaapkamer heb. Dat is eigenlijk wel grappig, maar we wonen hier buiten op 22.000 vierkante meter en 5 minuutjes van het strand. En ik verzeker je, 3 uurtjes per dag werken met affiliate marketing en dan is het klaar. Kan allemaal. Ik hoop je daar te zien en te verwelkomen in de training. En als je nog twijfelt, kom donderdag 7 uur Nederlandse tijd naar onze live video's hier op YouTube, op het YouTube kanaal. Het enige wat je hoeft te doen is even het belletje in te klikken en te abonneren. En dan krijg je een automatische notificatie wanneer ik dat doe. En als je de link onder deze video vindt en je e-mail laat, dan krijg je nog e-mails van ons. Dan krijg je daar ook nog een herinnering van de live. Dan kun je me alles vragen over hoe dit allemaal werkt. En of het iets voor jou is. En ik hoop je daar te zien. Tot dan. Hoi.